Deze week gaan we de Rotterdamse parken in. Rotterdam en recreatie, een mooie combinatie. Er zijn heel wat parken in de Maasstad. En zelfs een bos met een echte boswachter. Hallo. Goedemiddag. Er zijn vast niet veel mensen die weten dat we een boswachter hebben. Dat hoor ik vaak. En toch heb gemeentewerk 8 boswachters in dienst. Zo. Wat doet een Rotterdamse boswachter? Een hoop. En altijd te weinig. Gadver, doe dat achter die boom. Maar dat bedoel je vast niet, hè? Nou, ze hebben toezicht in groengebieden. Ze geven voorlichting aan het publiek. Ze verzorgen de koeien die de gemeente heeft. Schots Hooglanders in dit geval. Dan zit er een klein stukje handhaving zit erbij. We geven les aan kinderen over van alles en nog wat in en rond het bos. Nou, niet zo minnetjes, dat is toch heel wat? Wat zoeken de mensen nou in zo'n park? Dat is heel divers. Voor de ene is dat heerlijk luieren langs de plas, zonnen. Voor de ander is dat ze eigen in het zweet werken door te joggen. Voor de ander is dat weer een rustig plekje opzoeken om een hengeltje uit te gooien. Het Kralingse Bos heeft voor ieder wat wils die op zoek is naar recreatie. Op zoek naar recreatie. Eens kijken of we in andere parken ook wat vinden. Het park bij de Euromast bijvoorbeeld. Daar houdt oma Gent het allemaal nauwlettend in de smiezen. Wat gooien jullie nou mee? Zijn er speciale frisbee? Het zijn discgolf heet dat. Discgolf? Ja, spelen we het spelletje. Ja. Dan moeten we, laten we zeggen, we komen nou van de dijk vandaan. Ja. Dan moeten we in 3 worpen moeten we dan tussen die tape hier op de palen raken. Deze bijvoorbeeld is van ver, die is plat. Ja, dat is de ijzer 1 zullen we maar zeggen. Ja, ja. En dan deze is het echt voor te putten, dan die valt een beetje dood in het mandje als je... En zo heb je dan deze voor halverwege, ja? Om zo dicht mogelijk bij het paaltje te komen. Dus het is een heel spelletje. Ja, nee. Leuk hè. Dat is de echte pof, dat is duidelijk. Snoeien hoeft ook niet meer. Je zal dan maar lopen met je hondje. Nou, we het toch over de duivel hebben. Hoe zit dat dan met de overlast van de trouwe viervoeters? Waar wij dan wel eens mee te maken hebben, is dat mensen toch klagen over de loslopende honden. En wat hebben we nog meer? Het afval, wat hier wel eens los ligt en wegwaait. Als je maandagochtend hier komt, is het gewoon één afvalbak eigenlijk. Ik ga er liever eigenlijk met de fiets naar Kralingen om daar mijn hond los te laten lopen. Het middengedeelte van het park, wat overigens ook is aangegeven inmiddels bordjes, daar mogen geen honden komen, zelfs niet aangeleid. En in het gebied daaromheen kunnen de honden losrennen en kunnen ze lekker hun gang gaan. Er blijft natuurlijk wel nog de opruimplicht als de hond zijn behoefte gedaan heeft. En dat, naar mijn weten, is... Iedereen die daarvan op de hoogte is, is daar erg blij mee. De mensen die op de grasvelden zitten, blijken last te hebben van de hondenbezitters. Maar dat vind ik flauwekul. Dat vind ik echt overdreven. Nee, een gemiddelde hond die poept iets van 100 meter van zijn huis. Gaat hij dat doen? We hebben allemaal plastic zakjes bij ons. Dus dan ruimen we gelijk op in de volgende brullenbak. Hier een pisje. En dat is het eigenlijk. Ja. Ja, Toro, staat er wel mooi op. Nog meer te zeuren, klagen? Ja, de klacht is het parkeerbeleid. En en de rotzooi die ze achterlaten. Dat is eigenlijk de grootste bottleneck en gewoon hoe ze ermee omgaan. En het harde rijden en scheuren s'avonds. We hebben een prachtig stukje grond zo dicht bij huis, dus dat moeten we wel zo houden. Toch? Oh, dat toch wel. Ja,
Ik denk het grootste groengebied, aaneengesloten groengebied van Rotterdam. Ja, nou, maar wie heeft zo'n mooi stukje water zo dicht bij zijn huis? Niemand toch? Bijna niemand. Maar als hij s'avonds met de hond hier loopt, dan is het gewoon eigenlijk luguber om hier te lopen. Mijn vrouw mag niet eens meer alleen van mij naar buiten met haar. Hé, hey, proef los. Hoe heet ze? Want dat is gewoon gevaarlijk, dat is echt niet leuk. En als hij 's ochtends naar je werk gaat ook, dan echt verschrikkelijk. En dan hebben we het nog niet eens over barbecuen gehad. Mag dat eigenlijk? Dan kom je toch gezellig barbecuen? Ja, tuurlijk. Zijn er regels voor barbecuen in het Kralingse Bos? Nou, laten we zeggen, de barbecue moet vrijstaan van de grond. Want we willen niet dat als je de barbecue op de grond zet, dan wij met allerlei zwarte plekken zitten. En dan duurt het wel 3 jaar dat weer groen zit. En hoe zit dat bij de Euromast? Iedereen is van harte welkom te barbecue. En, maar daarvoor is door het gemeentebestuur een gebied aangewezen in het park. Dat is ook aangegeven middels deze borden. Barbecuezone. Hetgeen ook impliceert dat in andere gebieden het niet is toegestaan. In het Vroezenpark kunnen we goed zien waarom. Yi Mai Kwok bekijkt in opdracht van gemeentewerken of er een oplossing is voor de overlast. Er zijn twee problemen. Mensen laten hun afval achter of per ongeluk of omdat de prullenbakken misschien vol zijn. En ook dat de natuur wordt beschadigd door bijvoorbeeld dat mensen hun kolen achterlaten op deze manier. Conclusies? Ik heb bedacht, wat zijn de minimale eisen voor gemeentewerken om zo'n barbecue gebeuren in goede banen te leiden? Nou, dat is de eerste stap is dat er vaste aangewezen plekken moeten komen. Dus dat mensen niet bij de speelplaats gaan barbecue terwijl daar kinderen gewoon spelen. Dus dat er gewoon hier moet het gebeuren. En dan dat kun je bijvoorbeeld doen door een betonnen plaat neer te leggen, bij wijze van spreken. Of het kan een hek zijn om omheining. Wat ook belangrijk is dat mensen gewoon dat er genoeg afvalbakken staan. Dus goede faciliteiten, goede voorzieningen. Je hebt aan die kant bijvoorbeeld een plastic bak. En daar gaat alleen afval in. Maar geen kolen, want dat smelt helemaal weg. En als je om je heen kijkt, dan moet je eigenlijk helemaal naar de ingang lopen om je kolen eigenlijk kwijt te kunnen. Verder nog een aandachtspuntje? Water is heel belangrijk. We wassen graag onze handen van tevoren, daarna. En we willen wat drinken, we willen fruit af kunnen spoelen, dus water is heel belangrijk. Wat ik daarmee kan doen, weet ik nog niet. Maar het zou een heel, heel goed punt zijn om een watertappunt te maken in een park. Dat is een goede tip. Mag ik een tip geven? Nou vooruit, we zijn toch bezig. Als mensen in het Kralingse Bos komen barbecuen en iedereen is van harte welkom om dat te doen, dan nemen ze heel veel spullen mee. Barbecue, kooltjes en natuurlijk eten. Neem ook een emmer mee. We hebben hier een plas van 100 hectare. En het is heus niet erg als iemand daar een emmertje water uithaalt om zijn kooltjes af te blussen. En dat vind ik een heel betere oplossing dan de kooltjes tegen de stamvoet van de boom neer te leggen. Want dan blijft het nagloeien en branden. En dan is het vervelend voor eventueel andere bezoekers die kunnen zich daaraan branden. En we blijven jaren zitten met zwarte vlekken. Maar Rotterdammers, barbecue in het Kralingse Bos, fijn. Neem een emmertje mee om het te blussen. Dus wat in het ene park wel mag, dat mag in het andere weer niet. Nou, dat maakt het er allemaal niet duidelijker op. En dat heeft ook weer te maken met de verschillende deelgemeentes. Wil je weten hoe dat zit in jouw park? Kijk dan op de website van Rotterdam. Nu we het toch over vergunningen hebben. Vanaf 1 juli heb je in bepaalde delen van de stad een huisvestingsvergunning nodig. De gemeente wil de verschillende inkomensgroepen beter over de stad verdelen en illegale bewoning tegengaan. Dat geldt niet voor huurwoningen in de vrije sector. Meer weten? Het bekende adres.
take this road. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Wegwerken. Ik ben hier bij de Boerengatbrug tussen Tropicana en het Havenziekenhuis op de Maasboulevard. Begin juli starten hier de werkzaamheden. Er is speciaal gekozen voor werken tijdens de vakantieperiode, omdat het dan wat rustiger is op de Maasboulevard. 7 dagen per week en 24 uur per dag wordt er hier gewerkt, behalve tijdens evenementen in de stad, zoals het zomercarnaval en de dance parade. Zoals je ziet kan het brugdek wel een opknapbeurt gebruiken. Bijzonder is dat de brugplaten er vanaf worden gehaald en naar de fabriek worden gebracht. Daar krijgen ze een hele nieuwe laag en daarna worden ze weer teruggeplaatst. Nu rijdt het verkeer nog gewoon langs me. Dadelijk zal dat anders zijn. Eerst zijn er 2 rijbanen beschikbaar. 1 de stad in en 1 de stad uit. Daarna zijn er 3 rijbanen beschikbaar. 2 de stad uit en 1 de stad in. Voor het vrachtverkeer is dat anders. Dat wordt omgeleid en dat staat vermeld op de borden. Het Havenziekenhuis blijft altijd bereikbaar. In oktober is de Boerengatbrug klaar. Houd tot die tijd rekening met een langere reistijd. Kijk voor meer informatie op onze website. Tot de volgende keer! Dit gedeelte wordt door vrijwilligers afgemaaid ieder jaar. En eigenlijk het werk wat de vrijwilligers doen is ook een vorm van recreatie in het bos. En daar zijn we, zeker als beheerders van het bos, zijn we daar heel dankbaar voor dat mensen dat doen. Fijne zomer allemaal. Aanpakken gaat ook even lekker met vakantie. In september zijn we er weer, op woensdag.